Voordat ik deze video ga starten, wil ik één iemand even hartelijk bedanken. Dat is Rick Bakker, a.k.a. RijsNL, voor het leveren van toffe gameplay materiaal die jullie zo direct gaan zien. Link van zijn YouTube kanaal en Twitter kun je vinden onder in de beschrijving. En ik zou zeggen, neem even echt een kijkje op zijn kanaal. Het is het zeker waard. We have taken objective Charlie. Hey mensen, fijn dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. Tof dat jullie er weer zijn. En welkom bij een allereerste aflevering van Road to Battlefield 1. In deze serie die bestaat uit 3 afleveringen ga ik jullie mee terugnemen naar de Eerste Wereldoorlog. En we beginnen vandaag met het begin van de Eerste Wereldoorlog. Hoe is het begonnen? Wat is er gebeurd? En hoe kan het dat het zo escaleerde? Maar we gaan eerst eens terug naar de feiten. Ik breng jullie mee terug naar 1914. Van 28 juli 1914 tot en met 11 november 1918 vond er een oorlog plaats waaraan veel landen meededen. Met landen zoals het Duitse Keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Engeland, Rusland, Verenigde Staten van Amerika, het Ottomaanse Rijk en Koninkrijk van Italië. En er waren er nog veel meer. Ze noemden de oorlog daarom toen ook de Grote Oorlog of de Loopgravenoorlog. Die naam is later veranderd in de Eerste Wereldoorlog, omdat in 1939 er nog een grotere oorlog uitbrak, genaamd de Tweede Wereldoorlog. Nederland deed niet mee aan de Eerste Wereldoorlog, België wel, en werd aangevallen door het Duitse leger dat op weg was naar Frankrijk. Honderdduizenden Belgen vluchtten toen naar Nederland. Aan het begin van de 20e eeuw waren de mensen erg optimistisch. Grote cruiseschepen werden gebouwd en nieuwe uitvindingen werden er gedaan. Ook werden de mensen wat nationalistischer. Dat houdt in dat ze erg trots op hun eigen land waren en eigen land het beste vonden. Maar de spanningen liepen op. Veel landen sloten verbonden met andere landen en er begon een wapenwedloop. Duitsland en Engeland hielden een wedloop wie het beste leger had en wie de beste oorlogstactieken hadden uitgevonden. Met al die verbonden kon er makkelijk een oorlog komen. Er hoefde maar een klein landje ruzie te gaan zitten maken en de bom zou barsten. En dat is gebeurd. Op 28 juni 1914 was aartshertog Frans Ferdinand de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije op bezoek in Sarajevo, Bosnië. Hij maakte een rondrit door die stad toen plotseling een Servische terrorist, een zekere Gavrilo Princip, uit het publiek opdook en hem doodschoot. Princip was lid van de Zwarte Hand, een organisatie die wilde dat Bosnië bij Servië ging horen. Hij had van tevoren afgesproken om met een paar vrienden een moordaanslag te plegen. Een vriend van Princip probeerde het, maar raakte de verkeerde auto. Princip ging ontmoedigend een broodje eten toen opeens de troonopvolger voorbij kwam rijden. Dat was zo omdat die bom van zijn handlanger dus een verkeerde auto had geraakt. De officieren die daarin zaten waren wel gewond en Frans Ferdinand wilde ze gaan opzoeken, maar zijn chauffeur verdwaalde. Princip liep vervolgens op dat moment de broodjeszaak uit en greep zijn kans. Pure toeval dus. Al gauw stelde Oostenrijk-Hongarije allerlei eisen aan Servië. Bijvoorbeeld dat er een rechtszaak kwam tegen de personen die Princip een pistool hadden gegeven. Maar daar moest wel dan de politie van Oostenrijk-Hongarije aanwezig zijn. Maar dat wilde Servië helemaal niet en het besloot zijn leger klaar te stomen. Toen Oostenrijk-Hongarije dat hoorde, verklaarde het op 28 juli 1914, precies een maand na de moordaanslag dus, Servië de oorlog. Dat was dus het officiële begin van de Eerste Wereldoorlog. Een dag later vielen de eerste schoten, toen Oostenrijk-Hongarije de Servische hoofdstad Belgrado bombardeerde. Rusland steunde Servië toen de tijd en sprak dreigende taal in de richting van Oostenrijk-Hongarije en leek tussen beiden te zullen komen, waardoor Duitsland, een vriend van Oostenrijk-Hongarije, de oorlog aan Rusland verklaarde. Frankrijk had echter een verbond met Rusland en ging zich ook met de zaak bemoeien. Hierop verklaarde Duitsland ook aan Frankrijk de oorlog. Frankrijk begon al zijn soldaten neer te zetten bij de grens van Duitsland en Frankrijk. Duitsland vroeg aan België of het zijn troepen door België mocht heen sturen om Frankrijk aan te vallen. Maar dat wilde België natuurlijk niet. Duitsland trok zich hier echter niks van aan en viel op 4 augustus 1914 België binnen op weg naar Frankrijk. Daarop verklaarde Engeland dat het een verbond had met België en verklaarde tevens de Engelsen de oorlog met Duitsland. Daarna volgden nog vele oorlogsverklaringen op oorlogsverklaringen op oorlogsverklaringen en er was geen houden meer aan. Een tijd van zware gevechten begon en vooral in Europa. Ondertussen hadden Oostenrijk-Hongarije dus nog een appeltje te schillen met Servië, maar raakte daardoor in oorlog met de vriend van Servië, genaamd Rusland. Servië werd uitgeschakeld, maar de oorlog met Rusland duurde tot 1917, toen er in Rusland een revolutie uitbrak.
Oostenrijk-Hongarije en Duitsland sloten in begin 1918 vrede met Rusland. Dus kort samengevat, Oostenrijk-Hongarije verklaart Servië de oorlog op 28 juli 1940, waarbij Duitsland steun biedt aan Oostenrijk-Hongarije en Rusland weer aan Servië. Op 1 augustus 1914 verklaart Duitsland de oorlog met Rusland. Op 2 augustus 1914 verklaart Duitsland de oorlog met Frankrijk, omdat Frankrijk een bondgenoot is van Rusland. Op 4 augustus 1914 verklaart Engeland Duitsland de oorlog, wegens het schenden van de neutraliteit van België. En natuurlijk, niet benoemd in deze video nog, maar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog op 6 april 1917 verklaart Amerika Duitsland de oorlog, omdat door Duitse onderzeeërs er Amerikaanse slachtoffers gevallen waren. Dus kortom, payback time. Vonden jullie dit nou een toffe aflevering? Laat het dan even weten beneden onder in de comments. Vergeet niet even die prachtige blauwe duimpjes omhoog te doen. Link van Rick, zijn Twitter en zijn YouTube kanaal kun je vinden onder in de beschrijving. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.